Het basiszorguitvoeringsorgaan heeft vanmorgen een openbare vergadering van de Zorgraad gehouden in het Lalaroek-gebouw. Het doel van deze vergadering is om van gedachten te verwisselen met betrekking tot de zorg. Dit is de tweede vergadering voor dit jaar. Sinds de oprichting zijn er al 6 openbare vergaderingen gehouden en deze is de laatste. Volgens Rachel Perry, directeur van het uitvoeringsorgaan, heeft dit orgaan zich in deze laatste periode gericht op consumentenbehartiging. Als we kijken naar de consumentenbehartiging, is de vraag, wat doen al deze actoren die we daar zo zien? Hoe interpreteren ze de wet? Hoe voeren ze die uit? Dat is dus alles dat daarmee te maken heeft. Maar het is ook van invloed op onze voorlichting, omdat we daardoor die voorlichting gerichter kunnen gaan geven aan de burgers. Er worden op vele manieren wordt er creatief omgegaan met de wet. En dan moeten we ook die burgers ondersteunen om ook te weten hoe zij ermee moeten omgaan, zodat ze dus niet onverzekerd zijn. Maar ook de dataverzameling die wij met de consumentenbehartiging bij elkaar krijgen, om daar de casussen beter af te handelen, helpt heel erg. Rachel Perry, directeur van het basiszorguitvoeringsorgaan. Volgens Ashwin Achaiberzing, lid van de Zorgraad, zijn er nog veel mensen in ons land in de leeftijdscategorie 21 tot 59 jaar die niet verzekerd zijn. U hoort ook Ronnie Bardan, vertegenwoordiger van de Surinaamse verzekeringsmaatschappijen Surfam, die aangeeft dat de argumenten die de Surfam heeft aangedragen tijdens de totstandkoming van de wet Nationale Basiszorgverzekering niet zijn meegenomen. Zoals je kunt zien is dat de beroepsbevolking, en dat is wel een zorgpunt. Dus daar moeten we wel echt naar gaan kijken. 21 jaar tot en met 59 jaar, 76% van de onverzekerden zit in deze categorie. Oké, nu kom ik op deze pie terecht. Dit is de verdeling van de verzekerden naar zorgverzekeraars in het SZF. We hebben totaal 459.608 verzekerden. Dat zijn ongeveer 460.000 zo net. Waarom laat ik dit nu zien? Zoals de voorzitter van de Zorgraad net aangaf, zijn we gestart met het opvragen van data bij de maatschappij. Er is naar elke maatschappij een brief gestuurd met het opvragen van financiële en andersoortige data die wij als Zorgraad willen gaan analyseren. Om inzicht te krijgen in wat gebeurt er eigenlijk binnen die zorgsector. Wat zijn de stromen, wat zijn de statistieken, wat valt op, waar moeten we naar kijken? Wij hebben als Surfam hebben wij het toch het voordeel van de twijfel gegeven. En we hebben vanaf day one onze totale samenwerking toegezegd. En dat heeft geresulteerd in februari 2015, toen wij begonnen om de SOSAVO-verzekerden van de overheid over te nemen. Ik zei het al, niet alle argumenten van de verzekeraar zijn overgenomen. Vandaar dat er een paar verzekeringsvreemde artikelen in de wet voorkomen, waar de verzekeraar steeds op zal blijven hameren, omdat het, zoals ik al zei, niet hoort bij een verzekering in zijn algemeenheid. Ronnie Bardan, vertegenwoordiger van de Surinaamse verzekeringsmaatschappijen, de Surfam, en daarvoor Ashwin Achaiberzing, lid van de Zorgraad. Zij spraken tijdens de tweede, tevens laatste openbare vergadering van de Zorgraad. De vergadering is georganiseerd door het uitvoeringsorgaan Basiszorg.